Even rustig, ja? Silence, s'il vous plaît, Barré. Alweer geruime tijd geleden dat Eric Clapton geïmigreerd is uit Frankrijk. En uit die tijd, toen hij nog samenwerkte met de bekende Franse slaggitarist André Barré, dateert het volgende nummer. Het is geschreven door de bekende Japanse snelgitarist Harakiri Suzuki. De man die al in 1945 een wereldrecord brak op de 100 meter eensnarige solo en bracht het op 10 seconden rond. En Barré is weer helemaal terug tegenwoordig, want wat heeft hij gedaan? Hij heeft een LP gemaakt, getiteld Barré S'il vous plaît. En daarop speelt hij een paar stukken van de heer Harakiri Suzuki. Hij is speciaal voor deze LP naar Japan gevlogen, heeft les genomen bij de heer Harakiri Suzuki. Die echter na ongeveer 2 weken de daad bij zijn naam voegde en Suzuki pleegde. Want wat was er het geval? André Barré wist 2 van zijn razendsnelle eensnarige solo's samen te bundelen tot 1 tweesnarige solo. En daarvan gaat hij nu getuigen in een vrij bekende compositie van de heer Suzuki, getiteld Yen Kawasaki. En deze instrumental is door Barré in het Frans vertaald als La Paloma, mesdames et messieurs, silence s'il vous plaît, pour André Barré. Merci. J'ai oublié mon plectrum. Merci, Barré.